Hallo beste leerling van 5 HAVO. In deze video kijk je naar de examenstof van HAVO 5 Wiskunde A. Onderdeel 5 Statistiek. Het onderdeel waar het gaat over onder andere associatiematen, de max WCP, de effectgrootte, de boxplots, de FICO-efficiënt. Dingen die best wel lastig zijn en waarvan ik hoop dat ze in deze video duidelijk uitgelegd worden. Allereerst kijken we naar de soorten variabelen. Er zijn twee soorten variabelen. Kwalitatieve variabelen. Dan heb je het over een eigenschap, bijvoorbeeld een beroep of geslacht of vakantiebestemming. Die zijn dus niet in getallen uit te drukken. En dan spreken we over de soorten nominaal en ordinaal. Nominaal is gewoon puur het naampje. En ordinaal zit een bepaalde orde in, maar niet direct een gelijke afstand en ook niet altijd in de getallen. Naast de kwalitatieve variabelen heb je ook kwantitatieve variabelen. Dan gaat het meer over hoeveelheden, lengte, gewicht. Dus dat is vaak wel in getallen uit te drukken. Dan spreek je over discreet, continu. Discreet wil zeggen hele getallen. En continu dat wil zeggen, dan spreek je over comma-getallen. Er zit dus niks tussen, dat is voor een geleidelijke schaal als het ware. Hè? Dus je kunt 1,73 meter zijn, 1,74 meter, maar ook alles daartussen. En bij discreet gaat het dus puur om hele getallen, dus niet iets achter de komma. De intervalschaal, de ratioschaal, wordt in het boek niet zo heel veel aandacht aan besteed. Maar dat zijn ook de schalen die erbij horen. Interval, gelijke afstanden. En ratio is dus gewoon eigenlijk alles doorlopend. Stel jezelf steeds een aantal vragen als je bezig bent met variabelen, om te weten met wat voor soort variabelen je te maken hebt. De eerste vraag die je stelt is, zijn de waarden van je variabelen ook getallen? Is dat niet zo, dan zijn ze kwalitatief. Dan heb je het dus over naampjes, kleuren bijvoorbeeld. Als het wel zo is, als de variabelen getallen zijn, dan ga je door naar de volgende vraag. En dat is deze, zijn de getallen hoeveelheden? Als dat niet zo is, dan heb je weer te maken met kwalitatieve gegevens. Dus dan is het puur een plek die dat getal aanwijst. Een telefoonnummer bijvoorbeeld zegt niks over hoeveelheden, maar een telefoonnummer is gewoon het aantal nummers is aan een bepaalde plek toegewezen. Dat is dus een kwalitatief iets. Als de getallen wel hoeveelheden zijn, dan zijn ze kwantitatief. Dan kun je ze ook optellen, dan kun je ze ook vermenigvuldigen, dan kun je ook allerlei wiskundige berekeningen erop loslaten. Als we kijken naar kwalitatieve variabelen, dan kunnen we de volgende vraag stellen. Is er een duidelijke ordening? Is die er niet, dan spreek je over nominale variabelen. Zwart is niet beter dan rood en rood is niet beter dan groen. Is er wel een duidelijke ordening, dan spreek je over ordinale variabelen. Goed, beter, best. Daar zit een bepaalde ordening in, maar die is niet direct in getallen uit te drukken. Dit noem je de meetniveaus. Dus de meetniveaus is nominaal of ordinaal. Bij kwantitatieve variabelen stel je de volgende vraag. Zijn ook alle tussenliggende waarden mogelijk? Als dat niet zo is, dan spreek je over discrete getallen. Hele getallen zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval zonder tussenliggende waarden. Kijk, een één cijfer achter de komma is in feite ook discreet, want die maakt stapjes. Er zit dan niets tussen. Heb je het over een continue schaal waar dus niks tussen zit? Dus als alle tussenliggende waarden ook mogelijk zijn tot in honderd decimalen, dan spreek je over continu. De centrummaten zeggen iets over het centrum van de getallen. Je zou kunnen zeggen het midden van de getallen. Waar ligt het midden? Er zijn drie soorten. Het gemiddelde, wel de meest bekende denk ik. Alles optellen en delen door het aantal getallen. De mediaan, die vind je door de getallen op volgorde van grootte te zetten en de middelste te pakken. Of als het een even aantal getallen is, moet je de middelste twee middelen. De modus is het getal dat het meeste voorkomt. Dus bijvoorbeeld schoenmaat 43 komt 17 keer voor en is daarmee de meeste. Dan is
43e modus. Niet 17, hoe vaak die voorkomt, maar het getal dat het meest voorkomt is 43. Daarnaast spreek ik ook over de mediaan van de eerste helft, dat noem je Q1. En de mediaan van de tweede helft van een getal is Q3. Je zou kunnen zeggen, de gewone mediaan is Q2. En met deze getallen kun je ook een boxplot maken. Dat zullen we zo meteen nog even zien. En we spreken over de modale klasse als de klasse met de grootste frequentie. Dus welke klasse komt het meest voor? Spreidingsmaten zeggen iets over hoe de getallen ten opzichte van elkaar gespreid zijn. Dus niet alleen iets over het midden, maar ook hoe ze ten opzichte van elkaar gespreid zijn. Liggen ze ver uit elkaar of liggen ze dicht bij elkaar? Drie soorten nog weer. De spreidingsbreedte, dat is het grootste getal min het kleinste getal. Dus dat is de maximale spreiding, zou je kunnen zeggen. De interkwartielafstand, wordt ook wel gewone kwartielafstand genoemd. Dat is Q3 min Q1, dus derde kwartiel min eerste kwartiel. In de boxplot is het de box, zeg maar, dat rechthoekje. En de standaardafwijking is de derde soort. Dat is de gemiddelde afwijking van het gemiddelde. Dus als je het gemiddelde bepaald hebt, bepaal je van ieder getal de afstand tot het gemiddelde en dat middel je dan. Dat is de standaardafwijking. Data kun je op een verschillende manier presenteren. En dan denk ik aan allerlei grafiekjes. Een voorbeeld is een histogram. Dat is een soort staafdiagram bij een frequentieverdeling. Daar zitten de staven tegen elkaar aan. Bij een staafdiagram zitten ze los van elkaar, maar een histogram zitten ze tegen elkaar aan. Je hebt de frequentiepolygoon, dat is een lijndiagram bij een frequentieverdeling. Dus je zou kunnen zeggen, die gaat door de toppen van het staafdiagram. Dus dan heb je de puntjes bovenin op de topjes en dan gaat als het ware het lijntje doorheen. Die teken trouwens ook schoksgewijs. Polygoon is niet een mooie vloeiende kromme, maar die gaat gewoon van punt naar punt. Je hebt de cumulatieve frequentiepolygoon. En dat is de cumulatieve frequentie uitgezet tegen de waarnemingsgetallen. En cumulatief wil zeggen, dan spreek je over de optelling van getallen. Dus dan spreek je steeds over de voorgaande klasse plus de klasse die erbij komt. En je hebt er ook een relatieve frequentiepolygoon en een cumulatief relatieve frequentiepolygoon. Zoals ik al zei, bij een histogram staan de staven tegen elkaar aan en de waarnemingsgetallen staan horizontaal, frequenties staan verticaal. Dus wat je aan getallen afleest, dat staat horizontaal. Dus hoe vaak wordt er een 5 gehaald voor een toets, hoe vaak een 6 enzovoort. En het aantal keer dat het gehaald wordt, staat verticaal. Bij een frequentiepolygoon heb je begin- en eindpunt op de horizontale as. Dus hij begint op de as en eindigt daar ook weer. Dus vanaf het laatste puntje ga je weer naar beneden, naar de horizontale as toe. En de meetpunten zitten, zoals ik al zei, boven het midden van de klasse. Dus het midden van het staafje, zeg maar, van een staafdiagram. Cumulatief loopt alleen omhoog. Dat is ook wel logisch, want het is steeds een optelling. Dus alle voorgaande klassen zijn opgeteld in het puntje wat je dan tekent. En alleen het beginpunt zit op de horizontale as. Dus het eindpunt hangt bovenin bij de maximale frequentie. Of bij, als het relatief is, 100%. De meetpunten zitten ook boven het eind van de klasse. Bij een gewone frequentiepolygoon zitten ze boven het midden. Dus als je de klasse hebt van 50 tot 60... teken je meetpuntje bij een frequentiepolygoon bij 55. Maar bij een cumulatieve frequentiepolygoon teken je dan een puntje bij de 60. Want heb je namelijk alles gehad ook van die klasse. Een boxplot is een andere representatie van data. Dus een boxplot is de verdeling in 4 groepen van ieder 25%. Ik heb een voorbeeld gepakt, 2 boxplots. Bij 2 klassen, die komen zo meteen nog in de presentatie terug. 5HD, dat is de blauwe. Er zitten 29 leerlingen in. Voor het examen wordt een minimum gehaald van een 4. Een maximum van een 10. De mediaan ligt bij 8. En daar zal ik zo meteen eventjes een overzichtje van geven van die getallen. Die heb ik hier nu niet bij staan, die komt zo meteen. Maar Q1 ligt bij 6 en Q3 ligt bij 9. Dus dat betekent, als je kijkt naar die blauwe boxplot,
dat 25% van de leerlingen tussen de 4 en de 6 haalt. En dat ook 25% van de leerlingen tussen de 6 en de 8 haalt. En tussen, ze doen daar gewoon in mee, doe er niet zo moeilijk over. Er is ook 25% van de leerlingen wat tussen een 8 en een 9 haalt. En ook 25% tussen de 9 en de 10. 5HE, dat is de rode boxplot, die ligt anders. Er zijn 25 leerlingen, minimum van een 1, maximum van een 8. De mediaan ligt bij 5, Q1 ligt bij 4 en Q3 ligt bij 6,5. En ook hier spreek je over 25% in ieder deel van de boxplot. Dit noemen we een dotplot, puntjesgrafiek, dot puntje. De waarnemingsgetallen staan op de horizontale lijn, dus de cijfers voor wiskunde A. En de puntjes erboven geven aan hoe vaak een getal voorkomt. Nou, voorbeeld, bij 6 staan 4 puntjes, dus er zijn 4 zessen gehaald voor deze toets of dit examen. Een ander voorbeeld is een spreidingsdiagram. Er worden twee gegevens vergeleken door middel van een puntenwolk. En dan zou je kunnen zeggen, op de ene as zet je de cijfers voor wiskunde, op de horizontale as bijvoorbeeld, en op de verticale as zet je dan de cijfers voor Engels. En dan zeg je van een puntje, kun je zien dat die betreffende leerling voor wiskunde bijvoorbeeld een 6,5 gehaald heeft en voor Engels een 5,7. Dan betekent dat dus ook dat je 29 puntjes in je grafiek hebt als je een klas hebt van 29 leerlingen. Tenzij er twee of meerdere leerlingen zijn die exact hetzelfde cijfer voor Engels hebben en ook exact hetzelfde cijfer voor wiskunde. Als elkaar dan komen ze dus als één puntje ook in die spreidingswolk te staan. Maar dat zal niet heel veel voorkomen. Nou, ik heb hier nog een voorbeeld. Per leerling wordt gekeken naar het cijfer wat gehaald wordt voor het schoolonderzoek of voor het centraal examen. Zo zou je kunnen doen dat je zegt van horizontaal zet je neer wat ze voor het schoolonderzoek gehaald hebben. Verticaal voor het centraal examen. En dat puntje, dat geeft dus aan, bijvoorbeeld een leerling haalt voor het schoolonderzoek een 6,2, voor het examen een 6,5. Nou, dus dat puntje wat er dan in de grafiek staat, correspondeert daarmee. Dan lees je horizontaal 6,2 af en verticaal 6,5. Gaan we nu hebben over de associatiematen. Associatiematen gebruiken om het verschil tussen twee groepen te bepalen. En het verschil tussen de groepen kan groot, middelmatig of gering zijn. Bij het examen krijg je een formulekaart. En die staat ook achter in het boek bij getallen en ruimte in ieder geval. En bij de andere methoden zal het niet anders zijn. En op die formulekaart staan al die associatiematen. Met ook de getalletjes erbij op grond waarvan je ook de conclusie trekt of het verschil groot, middelmatig of gering is. Zorg dat je die formulekaart ook een beetje kent. En dat je op het examen alleen maar even naar die getalletjes hoeft te kijken. Zodat je dus ook die formulekaart goed gebruiken kunt. Er zijn 4 soorten associatiematen. Je hebt de phi-coëfficiënt, max VCP, verschil cumulatief percentage. De boxplots en de effectgrootte. Ze komen zo meteen één voor één ook langs. Welke associatiemaat je gebruikt hangt af van de opgave die je maakt. Heb je het over nominale variabelen, dus ik noem het voorbeeld kleuren, dan gebruik je altijd de phi-coëfficiënt. Heb je ordinale variabelen en heb je te maken met 2 categorieën, dus goed en slecht bijvoorbeeld, dan spreek je over een phi-coëfficiënt. Die moet je dan gebruiken. Heb je meer dan 2 categorieën, goed, beter, best, dan heb je al 3 categorieën, dan gebruik je max VCP, verschil cumulatief percentage. Bij kwantitatieve variabelen, dus de interval en de ratio, als de mediaan Q1 en Q3 bekend zijn, of uitgerekend kunnen worden, dan gebruik je boxplots. En als het gemiddelde, ook wel aangeduid met x-streep, en de standaardafwijking s bekend zijn, dan gebruik je de effectgrootte. De phi-coëfficiënt. Voorbeeld, de resultaten van de examens Engels en Wiskunde A van de klasse 5HD en 5HE worden met elkaar vergeleken. Zie deze tabel. Hierin staat het aantal voldoendes per klas
voor het betreffende examen. Dus 23 leerlingen van 5 HD haalden voor Engels een voldoende. En 11 leerlingen van 5 HE haalden voor wiskunde A een voldoende. Eerst even een analyse. Het zijn nominale variabelen. Nee, zo voldoende, onvoldoende is al nominaal, maar ook een beetje ordinaal eigenlijk. Maar ook als je kijkt naar Engels, wiskunde A, het zijn twee verschillende dingen die je met elkaar vergelijkt. En dat zijn dus puur naampjes eigenlijk. Dus je gebruikt de phi-coëfficiënt. Berekening die bij de phi-coëfficiënt hoort, dat is een soort kruislings vermenigvuldigen en dan min in plaats van dat je iets optelt of wat dan ook. Het is 28 keer 22, dus linksonder keer rechtsboven, min 23 keer 11 linksboven keer rechtsonder. Je kunt ook andersom doen, dus dat je zegt van linksboven keer rechtsonder, min linksonder keer rechtsboven. Dan komt er alleen een minnetje voor. Maar dat wordt ook weer op de formulekaart goed gemaakt. Dan kijk je gewoon naar de minvariant. En je deelt door de wortel van alle optellingen vermenigvuldigd. Dus de wortel van 51 keer 33 keer 39 keer 45. De getallen die je dus vindt als optelling horizontaal en verticaal. Uitkomst 0,21. En als je op de formulekaart kijkt, ligt dat tussen 0,2 en 0,4. Dus dat betekent dat het verschil middelmatig is. Dus er is niet een heel groot verschil, maar wel enigszins. Max VCP, het maximaal verschil cumulatief percentage. Voorbeeld, aan de klasse 5 HD en 5 HE is gevraagd wat de leerlingen vinden van het vak wiskunde A. Er kon gekozen worden uit 4 categorieën, zie het er wel. Onderzoek de grootte van het verschil in mening. Dus totaal niet leuk, leuk of erg leuk. Analyse. Het gaat hier om ordinale gegevens. En er zijn meer dan 2 categorieën, namelijk 4 categorieën. Dus moet je gebruik maken van max VCP volgens het schema. Wanneer we kijken naar de frequenties van 5 HD en 5 HE, dan voegen we eerst een kolom in cumulatieve frequentie. En die telt dus de gewone frequenties op. Dus als je kijkt naar 5 HD, dan zijn de getallen 3, 8, 20 en 29 de cumulatieve frequenties. Dat betekent dat 8 de optelling is van 3 en 5. 20 is de optelling van 3, 5 en 12. Enzovoort. Daarachter komen de cumulatieve frequenties. En dan lees je het getal 27,6. Die ontstaat door 8 te delen door de totale frequentie. Dus het totale aantal leerlingen. Dus 8 gedeeld door 29 keer 100%. 20 gedeeld door 29 keer 100% is dan 69,0%. Nou, bij 5 HE doe je hetzelfde. Dus 8, 10, 5 en 2. Dat waren de gewone frequenties. Dus cumulatief, de optelling is dan 8, 18, hè, 10 plus 8. Als je daar weer 5 bij geteld, dan kom je op 23. En dan ook 25 als je de tweede bij telt. Dus de cumulatieve percentages is dan 32, 72, 92 en 100. He, dus 92 ontstaat door 23 te delen door 25 keer 100%. De percentages van de beide klassen worden vergeleken. Dat geeft 21,7, 44,4, 23,0 en 0,0. Dus maximale verschil, maximaal VCP is 44,4. Conclusie, max VCP is groter dan 40%, dus volgens de formulekaart is het verschil groot. Dan komen we bij de boxplots. Voorbeeld. Van de klassen 5 HD en 5 HE is gekeken welke cijfers ze gehaald hebben voor het eindexamen. Teamleider Mulder wil graag weten of er een duidelijk verschil is tussen de beide klassen. Dit zijn de cijfers. Je hebt net al eventjes iets gezien over
De boxplotgetallen, noem ik het maar eventjes, die kwamen hier vandaan. Nou, eerst een analyse. De variabelen zijn kwantitatief. Het zijn hoeveelheden. De mediaan, Q1 en Q3 zijn uit te rekenen. Dus maken we gebruik van boxplots. Nog even weer het getalletje van net. Als we kijken, in 5HD zitten 29 leerlingen. Het minimum wat gehaald is voor het examen is een 4. De mediaan is bij 29 leerlingen het 15e getal. En als je dan telt, dan is dat bij een 8. Hè? Want 4 is 1 leerling. 5 is 2 leerlingen, samen 3. 5 erbij is 8. 6 erbij is 14. Dus het 15e getal is precies een 8. Q1 is het midden van de eerste helft. Dat betekent dat je dan het 7e en het 8e getal moet middelen. Ja, want de eerste helft bestaat uit 14 getallen voor de mediaan. Dus het 7e en 8e moet je middelen. Dus dat is een 6 plus een 6. Gedeeld 2 is 6. Q3 is het 22e en het 23e getal. Dus 9 plus 9. Gedeeld 2 is 9. En het maximum wat gehaald is een 10. Voor 5HE geldt 25 leerlingen, minimum een 1. Mediaan is 13e getal, 12 en nog eentje ertussen, maar het 13e getal is een 5 als je telt. Q1 is het 6e en het 7e getal in dit geval, een 4 en een 4, gedeelde 2 is 4. En Q3 is het 19e en het 20e getal, gedeelde 2 is een 6 plus een 7, gedeelde 2 is 6,5. Maximum is een 8. Dus de boxplots die erbij getekend kunnen worden zien er zo uit. Voor 5HD is het minimum een 4. Begin van de box is een 6. Mediaan zit bij een 8. Q3, eind van de box is 9. Het laatste streepje is een 10. En voor 5HE geldt de getallen 1, 4, 5, 6,5 en 8. Conclusie. De boxen overlappen elkaar en een mediaan, zelfs beide medianen, vallen buiten de andere box. Dus het verschil is middelmatig. De effectgrootte. Zelfde tabel. In klas 5HD wordt een gemiddeld examencijfer gescoord van een 7,5 en de standaardafwijking is 1,55. Die kun je gewoon uitrekenen met de tabel. Voor 5HE geldt een gemiddelde van een 5,0 en een standaardafwijking van 1,75. Analyse. Gemiddelde en de standaardafwijking van beide klassen zijn bekend. Dus maken we gebruik van de effectgrootte. Uitwerking. 5HD heeft een gemiddelde van een 7,5. S is 1,55. Voor 5HE geldt gemiddeld is 5,0. S is 1,75. Dus de effectgrootte bereken je met deze formule. De beide gemiddelden van elkaar afgehaald. Gedeeld door het gemiddelde van de standaardafwijkingen. Dus een half keer de standaardafwijkingen opgeteld. Alles ingevuld zorgt voor een uitkomst van 1,52. Conclusie. De effectgrootte is groter dan 0,8. Dus het verschil tussen de beide klassen is echt groot. Verdelingen gaan we nu naar kijken. Een verdelingskrom is een globale grafiek bij een verdeling. Globaal dus zonder dat er hele duidelijke getallen bij staan. Het geeft alleen de vorm aan. Een cumulatieve verdelingskrom telt alle uitkomsten op. En vergelijken met polygonen en frequentiepolygonen. Dat je het hebt over cumulatieve frequentiepolygonen is de optelling. Een gewone polygoon, frequentiepolygoon, die geeft dus het verloop aan als het ware. Alleen zijn dat dan rechte lijntjes en spreek je hier meer over een globaal vloeiende grafiek. 4 soorten verdelingen. Je hebt de symmetrische verdeling, de tweetoppige verdeling, de rechtsscheve verdeling en de linksscheve verdeling. Allemaal komen ze even langs. Allereerst de symmetrische verdeling. Die ziet er zo uit. Top in het midden. Naar beide kanten loopt die vloeiend af. Een soort normale verdeling waar ik zo even op kom nog. Cumulatief ziet hij er zo uit, een soort S-vorm die aan beide kanten gelijk is. Je zou bijna zeggen puntsymmetrisch, maar dat hangt er een beetje vanaf van de getallen.
En de boxplot ziet er zo uit. Het midden, de mediaan, valt een beetje onder de top. En verder zit het box redelijk in het midden. Een tweetoppige verdeling ziet er zo uit. Dan heb je dus twee toppen in je grafiek zitten. Dat zie je ook terug in de cumulatieve verdeling. Dus even lijkt hij te stagneren, maar vervolgens dan telt hij toch weer op. Dus ook twee bergjes als het ware. En de boxplot is wat breder. Dus grofweg zou je kunnen zeggen, de mediaan valt onder het dal. En Q1 en Q3 vallen een beetje samen met de toppen. Dus het is wat breder geheel. Dus de 25% zijn ook wat beter verdeeld. De rechtsscheve verdeling herken je aan een hele lange staart aan de rechterkant. Dus de top zit meer naar links in de grafiek. Dus die gaat ook heel snel omhoog en daarna vlakt die af, de cumulatieve. En voor de boxplot geldt dat die helemaal naar links geschoven is. Dus je box die zit tegen het linkerlijntje aan. Je hebt een heel groot rechterstuk. Dus 25% rechts is behoorlijk verdeeld. Een brede verdeling. De mediaan zit altijd iets rechts van de top. Dus iets rechts van de modus, zeg maar. Linksscheve verdeling heeft de staart aan de linkerkant zitten. Dat betekent dat hij wat later pas omhoog gaat, maar dan ook in één keer omhoog schiet, de cumulatieve. En voor de boxplot geldt dat de box dan juist aan de rechterkant zit. En ook hier zal de mediaan iets links moeten zitten van de top. Nou, dan heb je ook nog de normale verdeling. Die is niet in die vier soorten meegenomen, maar die is wel nodig om eventjes ook te noemen. Bij de normale verdeling heb je altijd te maken met de percentage als je hier ziet staan. Zijn klokvormig is die, hij is symmetrisch. Gemiddelde, mediaan en modus die vallen altijd samen in het midden. En het gemiddelde duidt je aan met een mu en de standaardafwijking met sigma. En er horen dan deze percentages bij. Dus in het midden tussen mu plus sigma en mu is het 34. En dat geldt ook naar de andere kant toe, is ook 34%, samen 68. En daar kom ik zo meteen nog even op met de vuistregels. En tussen mu plus sigma en mu plus 2 sigma is dat 13,5%, ook aan de andere kant. En het kleine stukje aan de weerskanten is 2,5%. Dus opgeteld alles 100%. Nou, 68% zit dus één standaardafwijking van het midden. En 95% is 13,5 plus 34 plus 34 plus 13,5. Dat zit twee standaardafwijkingen van het midden. Laat ik zo even zien. Dus dit zijn de vuistregels, ik noem het al even, 68% zit tussen mu min sigma en mu plus sigma. En 95% zit tussen mu min 2 sigma en mu plus 2 sigma. Eén regel wordt er dan altijd bijgenomen, dat is 100%. Zit tussen mu min 3 sigma en mu plus 3 sigma. Prima, maar houd er rekening mee dat het nooit helemaal dichtgetimmerd is, want soms kunnen ook nog getallen duidelijk nog verder afwijken die hier niet in meegenomen zijn. Dus die derde regel, dat je echt 100% te pakken hebt, klopt niet altijd. Maar die andere twee vuistregels, die gebruik je heel veel. Betrouwbaarheidsintervallen. Uit een populatie wordt een steekproef genomen. Een populatie is de hele groep waar je naar kijkt, dus bijvoorbeeld alle Nederlanders. De steekproef betreft een klein gezelschap, een klein selecte groep. Je kunt natuurlijk niet alle Nederlanders bevragen als je wil weten van hoe hun leefstijl is bijvoorbeeld. Maar dan ga je een bepaalde groep ga je dan bevragen. Dan moet het wel een betrouwbare steekproef zijn, dus dat betekent dat die ook representatief is. Dus dan moet je uit alle lagen van de bevolking ook mensen vragen. Dat kan het niet zo zijn als je leefstijl wil gaan meten, dat je alleen maar gaat vragen aan sporters. Of dat je alleen maar vraagt aan jongeren bijvoorbeeld. Afhankelijk van de groep die je onderzoekt, moet je dus ook van die hele groep alle subgroepjes ook vertegenwoordigd hebben. Nou, daarom moet er ook voldoen zijn aan twee voorwaarden. De groep moet voldoende groot zijn. En de groep moet aselect zijn. Dus je kunt niet zeggen, als ik heel Nederland in mijn onderzoek betrek en ik bevraag 5 personen, dan heb ik een redelijk beeld van alle Nederlanders. Dat is niet groot genoeg. Dan heb je echt wel
een paar honderd, zo niet een paar duizend mensen nodig die je bevraagt. En A-Select geeft iets aan van ze moeten niet alle vijf bij mij uit de straat vandaan komen, maar ik moet dan ook in andere steden, andere dorpen door heel Nederland heen mensen bevragen, ook uit alle lagen van de bevolking. De populatieproportie duid je aan met een P, dus dat is het gedeelte van de populatie dat voldoet. Je zou kunnen zeggen, hoeveel procent is er hoog opgeleid? Nou, dat percentage noem je populatieproportie. Dat is het deel van de populatie met een bepaald kenmerk. En de steekproefproportie geeft je met een dakje aan, dus P-dakje. En dat is het deel van de steekproef met een bepaald kenmerk. Dus als je mensen bevraagt op hoe hoog ze opgeleid zijn, en dan zou ik zeggen de hoog opgeleide, wat dan ook je definitie is, dat zijn die mensen die dus daaraan voldoen. Dus dat is een bepaald percentage van je steekproef, P-dakje. Een steekproef moet betrouwbaar zijn, zeiden we net al. Dus voor een populatieproportie geldt dat wanneer de uitkomst maximaal 2 sigma afwijkt, 2 standaardafwijkingen, dan spreek je over een 95% betrouwbaarheidsinterval. We hebben het gezien, hè? 34 plus 34 plus 13,5 plus 13,5. Dus je zegt eigenlijk de steekproefproportie, dus het percentage dat uit je steekproef komt, moet je 2 keer de standaardafwijking afhalen en 2 keer erbij tellen. Dan heb je de grenzen, maar tussen die dus betrouwbaar is. Zo meteen even een voorbeeld. Wijkt de uitkomst maximaal 1 sigma af, dan spreek je over 68% betrouwbaarheidsinterval, dus 34 plus 34. De sigma kun je berekenen met de volgende formule. Sigma is p-dakje, steekproef, proportie, keer 1 min p-dakje, de restgroep zeg maar, gedeeld door n en dan de wortel daarvan. Even een voorbeeld. Landelijk haalt 75% van de examenleerlingen een voldoende voor wiskunde A. Op de Pieter Zand scholengemeenschap doen 120 leerlingen examen, geef het 95% betrouwbaarheidsinterval. Uitwerking, p-dakje is dus 0,75 en 75% haalt er voldoende. De sigma, de standaardafwijking, vond je met deze formule, p-dakje keer 1 min p-dakje gedeeld door n en dan de wortel. Dus vul maar in 0,75 keer 1 min 0,75, 0,25 dus. Gedeeld door 120, de wortel is 0,040. Dus het 95% betrouwbaarheidsinterval die je uitrekent met deze formule zou je kunnen zeggen. P dakje min 2 sigma, P dakje plus 2 sigma. Geef dus 0,75 min 2 keer 0,040 en 0,75 plus 2 keer 0,040. Dus tussen 0,67 en 0,83. Is je uitkomst betrouwbaar. Dat wil zeggen, als op de Pieter Zand er bijvoorbeeld 0,80 uit zou komen, dat wijkt dus af van 0,75, dan is dat hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar dan is dat niet een verontrustende afwijking, dan ligt dat gewoon in de lijn. Dat is dan het toegestane marge, zeg maar. Zou er nu uitkomen dat er bijvoorbeeld 62% maar voldoende haalt, of misschien 92%, dan zit dat duidelijk buiten dit interval. En dan is er echt wel iets aan de hand. Dan is het of wordt er op de Pieter Zand te slecht gescoord, of ze scoren juist enorm goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Nou, op het formuleblad staat voor een 95% betrouwbaarheidsinterval bij een populatieproportie P plus of min 2 keer die formule. De wortel van P keer 1 min P gedeeld door N. Met P de steekproefproportie en N de steekproefomvang. Let op dat de P in deze formule dus P dakje is officieel. Staat er niet in, op het formuleblad vind je hem zo. Voor het populatiegemiddelde geldt, wanneer de uitkomst maximaal 2 sigma afwijkt, spreek je over een 95% betrouwbaarheidsinterval. Dat is niks anders dan bij populatieproportie. Het enige is dat de formule iets anders geschreven wordt. Je zegt nu x streep, oftewel de gemiddelde waarde, min 2 keer de standaardafwijking gedeeld door wortel n, of je doet x streep plus 2 keer de s gedeeld door wortel n. Dus let op, bij een populatie gemiddelde spreek je over deze formule, dus x streep min 2 keer s gedeeld door wortel n,
en x' plus 2 keer s gedeeld door wortel n. Wijkt die 1 sigma af, dan spreek je over 68% betrouwbaarheidsinterval. Dan zeg je weer x' min s gedeeld door wortel n en x' plus s gedeeld door wortel n. Nou, x is een steekproefgemiddelde, s is de steekproefafwijking en n is de steekproefomvang. Voorbeeld, de gemiddelde studietijd die de HAVO-leerling in april-mei gebruikt voor het wiskunde A-examen is 27 uur, met een standaardafwijking van 8 uur. Bereken het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de 120 leerlingen op de Pieterzand scholengemeenschap. Uitwerking, x' is 27, gemiddelde. S, de standaardafwijking, is 8. N is 120. Dus het 95% betrouwbaarheidsinterval, wat je bij een gemiddelde zo uitrekent, dus geen proportie, maar een gemiddelde. Onthoud dus die verschillen. Proportie heb je p dakje min 2 sigma, p dakje plus 2 sigma, maar hier gaat het om het gemiddelde. Dus je krijgt 27 min 2 keer 8 gedeeld door wortel 120 en 27 plus 2 keer 8 gedeeld door wortel 120. Komt uit 25,5 tot 28,5. Dus als het gemiddelde op de Pieterzand boven de 28,5 zit, bijvoorbeeld 30 uur, dan leren ze op Pieterzand ten opzichte van landelijk meer, duidelijk meer. Zitten ze onder de 25,5, dus het wordt bijvoorbeeld maar 20 uur geleerd, dan leren ze beduidend minder. Zit de uitkomst tussen de 25,5 en 28,5 op de Pieterzand, dus stelt er 25,8 uitkomt, dan is dat helemaal in lijn en valt dat binnen de normale afwijking. Dus dan zitten ze gewoon op het landelijk gemiddelde. Op het formuleblad staat bij 95% betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde x' plus of min 2 keer s gedeeld wortel n. En je weet, x is een steekproefgemiddelde, n is de steekproefomvang en s is het steekproefstandaardafwijking. Dus dan heb je plus en de min ook weer in één keer erin meegenomen. Goed, rest mij jullie veel succes te wensen. Voor de beste examenvoorbereiding, een paar tips. Zorg voor een strakke planning, waarin je je examen plant en dan gewoon terugplant in de tijd. Wat wil je allemaal voor het examen gedaan hebben en wanneer? Schrijf het ook op en print het ook uit als je het typt. Hang het op je deur van je kamer of leg het op je bureau en vink ook daadwerkelijk af wat je gedaan hebt, zodat je niet in de knel komt. Bekijk samenvattingen of de examenstof in het boek. Voor getallen en ruimte is dat het laatste hoofdstuk waarin alle examenstof staat. Maar bekijk dat even goed voor jezelf. Neem het in je planning mee. Maak ook een aantal oude examens. Kun je gewoon vinden trouwens op bijvoorbeeld examenblad.nl. Bekijk ook video's op mijn kanaal of op andere kanalen. Er zijn er genoeg. Maar ga dus heel veel video's ook bekijken. Als je, met name ook als je wat last hebt bij bepaalde onderdelen. Dat je die wat lastig vindt. En gebruik ook de site lerenvoorhetexamen.nl. Er staan ook heel veel handige tips op. Oude examens, maar ook videofilmpjes, videofragmentjes. Er staan allerlei dingen op die je weten moet. Syllabus, waarin staat wat je voor welk vak ook allemaal moet weten. Het is ook niet alleen voor wiskunde, maar ook voor andere vakken. Dus neem zeker een kijkje op lerenvoorhetexamen.nl. Hartelijk dank voor het kijken. Nogmaals, succes bij je examen.